Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik met twee hele leuke gasten. Hallo! Ik ben Annalicia en dit is baby Jean. Oei, Jean die wil niet wachten. Nee, Jean die is al een uur aan het verhongeren. Wij gaan gezellig met elkaar lunchen, dus... een vraagstuk op Instagram gesteld, dat jullie vragen kunnen stellen. En ondertussen hebben we lekker broodjes gehaald. Wat we gaan eten. Een broodje grillworst. Hier een broodje salami of zo. Broodje salami. Truffels. Oh, dit ziet er ook echt lekker uit. Zal ik hem eens pakken? Ja. Het is een broodje kip, pesto. Oh. Heerlijk. Heel lekker. Ze gaan lekker broodjes eten. Vragen beantwoorden. Helemaal leuk. Nu is Jean helemaal zoet. Ja, hij is helemaal stil. Wat lunch jij normaal? Wat ik lunch? Ja, jij eet best wel gezond. Ja, of crackers of brood of gewoon, of een tosti of ja, gewoon... Let beetje... je dan op echt op calorieën en zo? Gewoon wat je... Wat ik in huis heb, ja. Maar jij koopt ook dan best wel gezonde dingen. Ja, ik haal nooit echt snacks en chocola en chips in zo'n huis. Omdat je dat niet lekker vindt of omdat... Ja, vind ik wel lekker. Ik eet, als ik er trekking heb, dan ga ik het gewoon halen bij de supermarkt. Oh ja, beter om een craving gelijk te doden. Ja, sowieso. Maar als ik het in huis heb, dan ga ik het meteen opeten. Ja, ik let wel op mijn voeding, maar het is niet dat ik de hele dag er mega gezond eet of zo. Nee, maar zeg maar zo'n eetfreak. Nee, en voor avondeten maak ik ook gewoon lekker waar ik zin in heb. Was je bang voor de mening van anderen toen je ontdekte dat je zwanger was? Ja, misschien kan je sowieso even een backstory geven. Oh ja. Voor de mensen die je niet kennen. Ik denk dat... Nou, ik raakte zwanger op mijn 17e. Ik kom er toen achter... Weet jij dit wel allemaal, dit verhaal? Ja, volgens mij heb je dit wel vaak gezegd. En ik kom er toen achter in mei. En ik zat toen in de 4 HAVO. En in juni was het de zomervakantie. Dus ik dacht echt... En ik had gelukkig nu nog steeds een hele lieve vriend Matthijs. En ja. Ik dacht echt, wat moet ik? Ik dacht echt, ik wist echt niet wat ik moest doen. En ik was ook nog eens super ziek. Dus uiteindelijk tegen mijn ouders verteld. En ik wilde gewoon heel graag mijn kindje houden. En toen ben ik dus het jaar daarop begonnen op een andere school. Op een soort van volwassen. Oh, echt? Dus mensen van mijn school hebben het zeg maar nooit geweten. Ik heb nooit, ben nooit naar school gegaan. Nee. Terwijl mensen echt wisten dat ik zwanger was, want ik moest nog 3-4 weken. Oh. Toen hield ik het gewoon stil. Ja. Ja, ik snap ook niet echt waarom ik door de gang zou schreeuwen. Nee. Toen ben ik dus begonnen op mijn andere school. En dat andere school is echt, er zitten ook echt volwassen mensen op. Oh. Dus ja, dat boeit me echt niet. Nee. Eigenlijk niet. Want het heeft me nooit echt heel erg geboeid. Maar ik denk omdat ik niet per se heel erg onder de indruk was van mensen van mijn middelbare school. Oh, ik keek niet op naar ze. Ik vond het allemaal best wel een beetje leem. Dus dan, ja, kijk. Als had je dan ook veel aansluitingen, maar had je veel vriendinnen? Of had nee, je veel, echt totaal niet. Mijn vriendinnen die waren al geslaagd. Oh ja. Dus ik zat, want ik ben blijven zitten en één klas lager gaan zitten. Oh ja. Ja, dan zit je sowieso dus al niet meer. Het boeide me niet, want het waren mensen van 15, 16. Maar vond je de middelbare schooltijd dan ook niet leuk? Jawel, ik vond het wel leuk, maar totdat ik bleef zitten. Mm. En mijn vriendin die slaagde toen. Ja, maar dat snap ik toen wel. Toen dacht ik, ja, dus. Had jij wel een leuke middelbare schooltijd? Ik vond het prima, maar ik vond het niet de leukste tijd van mijn leven. Maar ik was op zich best wel goed in school, ik deed dan HAVO ook. En ik haalde eigenlijk alles best wel makkelijk. En ik had gewoon leuke vriendinnen, maar... Had je ook vriendjes? In het begin niet echt. Was ik een beetje... niet echt mee bezig. Maar mijn laatste 2 jaar van mijn middelbare school wel. Maar hij zat 1 jaar hoger. Dus hij was zeg maar... Mijn laatste jaar was hij alweer van school af. Maar dat is nu... mijn ex. Ja. Dat is niet zo. Ja, ik weet... Ja, ik was wel echt een... In het begin was ik echt een beetje nerdy, weet je wel. Dat ik echt alles veel te serieus nam en vakgoede cijfers haalde. En de laatste periode... Maar het is ook heel leuk om goede cijfers ja. te halen. Ja, en ik vond het echt oprecht best wel leuk om gewoon te leren en zo. Maar mijn laatste jaren was ik echt een rellende puber. Ik was echt een reddende puber. Was je ook brutaal tegen je ouders? Ja, heel brutaal tegen mijn ouders. Alleen maar problemen. Veel drinken. Roken op het schoolplein. Ja, gewoon echt. Oh, ik vond het niet eens lekker. Was ik vond het niet eens. Jaar. Maar het was gewoon even ghetto, ja. Maar het was echt onzekerheid. Ja? Super onzeker. Maar besefte je toen ook dat ik onzeker was? Nee, maar het was heel erg van, wil erbij horen, weet je wel. En ja, ben je stoer? Nou, je bent echt totaal niet stoer. Echt alles wel stoer. Maar, ja, denk echt... je wel dat mensen jou toen stoer vonden? Nou, dat is wel grappig, want nu heb ik dus vriendinnen waarmee ik letterlijk in de klas heb gezeten op de middelbare school. En toen hadden we nog nooit een woord tegen elkaar gezegd. Dat is zo leuk. En nu zijn we echt beste vriendinnen. Niet dat ik mensen peste, echt totaal niet. Ja, maar ik wil iedereen klappen daar. Nee, ik heb nooit gevochten, dat ook niet. Maar weer gewoon, ja, ik had wel gewoon mijn woordje klaar liggen.
Vergelijken jullie jezelf snel met anderen op social media? Vooral met sport of eten? Ja. Begin ik. Ja, ik heb deze wel in de vorige mukbang behandeld. Het is een tijd heel erg gedaan. Maar ik ben daar nu echt helemaal mee gestopt. En ik voel me echt 500 miljoen keer gelukkiger. Ik was zo erg ook mee bezig met, oh, die heeft dit dan, die heeft dat. En dan word je gewoon helemaal, oh, je bent zo lief. En dan word je helemaal gewoon onzeker. En het heeft ook sowieso geen nut om naar andere mensen te kijken. Want je hebt je eigen leven. En ook niet is alles wat het lijkt. Nee, dat. Nou, ik heb dus dat ik het stiekem wel doe met content. Want ik plaats niet zo heel veel content. Maar de laatste tijd weer wel lekker bezig. Ja, laatste tijd weer wel. Ik ben dus heel de dag met Jean. Want Jean gaat dus niet aan de opvang. En het is echt. En ik doe hiernaast dus ook school. En Matthijs die werkt dus nu. Dus ik doe ook het huishouden. Ja. En ik kook. Ik moet boodschappen doen. Ik moet de was doen. En Jean, die moet ik heel de dag vermaken met hem spelen. Hij krijgt nu bijvoorbeeld ook geen schermtijd. Nee. Dus het is dan extra pittig dat hij niet naar de opvang gaat. En ik moet echt met hem spelen daadwerkelijk. Ja. En als hij slaapt, dan moet ik leren. En als hij wakker is, dan moet ik semi met hem spelen. Semi wat gaan doen. Dus dat is echt pittig. En daarnaast moet ik dus ook social media doen, maar ik vind het dus heel erg leuk. Alleen waarom ik het dus niet zo vaak doe, is omdat ik niet helemaal ben klaargemaakt voor een video. Oh ja. Ik heb al helemaal geen tijd voor om haar te gaan filmen. Nee. En me klaar te gaan maken. Dus dan denk ik, oké, ik doe het morgen wel weer, maar morgen is dus echt precies hetzelfde als vandaag. En het is dan ook, maar ik vergelijk me dan vaak meer met andere moeders. Oh ja. Of moeders die social media doen, maar ja. Dan, ja. Het is, je hebt niet dezelfde situatie, want heel vaak wonen ze nog thuis. Ja. Gaat hun kind naar de opvang. Ja. Dan mag die wel de dag. We hebben ze een oppas. Ja. Ja. Dus of hebben ze, je ouders wonen nu niet meer dichtbij. Nee. Je ouders in de buurt, nee. Weet je wel. Nee. Ja, ik ga die geurhoors proeven. Zo. De aardige plakken rug. Ja, nee, ik koop die wel vaker daar. En ze hebben maar één, zeg maar, zo'n worst die tegelijkertijd moet. Dus als je er 3 bestelt, krijg je super weinig worst. En als je er 1 bestelt, krijg je dus echt vet veel worst. Oh, heel lekker. Ja? Wil je ook een beetje? Ik hou van geurhoors. Maar hoe lief is Genie ook gewoon? Hij zit gewoon lekker te chappen. Ja, ik vind het zo schattig. En vergelijk je jezelf dan ook qua sport en eten? Met andere dingen? Nee, echt niet. Nee. Want ik, ja, dit gaat super stom klinken, maar ik ben echt best wel blij met mijn lichaam. Ja. Ik was echt binnen een week weer gewoon snatched back. Ja. Sport eigenlijk, ja, sinds kort ga ik dan naar Saints. Ja. En ik eet van mezelf al gewoon heel gezond. Dus is geen soep of chocola. Nee. Dus ik vind het dus heel lekker om in de avond, mijn vriend die pakt een chocolaatje of chips, ja, geef mij maar snoeppaprika. Oh, echt? Of komkommer. Wat grappig. Of dan wel met heksenkaas of zo. Maar ja. Dat vind ik wel heel lekker. Dus ik ben eigenlijk al heel erg blij met mijn lichaam. Ik heb meer echt hartige snacks. Zoals? Gewoon chips dan of zo. Maar snoep? Ja. Dat heb ik nooit gelust in mijn leven. Chocola ben ik ook niet echt een fan van. Of gebakjes. Of gewoon zoetige dingen. Daar heb ik het echt niet mee. Ik ben echt hartig. Je hebt liever allemaal lekkere van dit soort broodjes dan nu pannenkoeken of zo. Ja, maar soms. Ik dus een keer chocola. Maar soms 1 keer per 3-4 maanden. Ja. Dan crave ik ook echt zo'n mini stukje. Nou, of sommige taart. Echt wel lekker. En ik vergeet ook echt heel vaak te eten. Ja. Heb je dat ook? Ik heb het vooral als ik heel druk ben. Dan vergeet ik het. Maar als ik veel gepland heb op een dag, of de hele dag aan het filmen ben, dan vergeet ik echt om te eten. En dan denk ik van, oh mijn god, ik moet nu echt gaan eten, want... Maar heb je dan ook wel dat je avondeten vergeet? Of dan... Nee, want ik... Wat? Oké. Ah, je denkt dat niks schoon blijft als je moeder bent. Nee. Echt niks. Ik heb hier rustig je brood te eten. Ik weet niet. Ja. Nee, avondeten niet. Want Matthijs moet ook gewoon eten. Ja. Hij eet dus, wij proberen dus wat wij eten. Oh, dus goed. Ja, dus dan kan ik het moeilijk vergeten. Ja. Want hij vergeet dus niet te eten. Maar wat ik dan wel heb is, dan slaapt hij in de ochtend 40 minuten. En dan is het niet mijn tijd waar ik moet gaan eten. Ja, want dan moet ik editen. Dan moet ik iets doen. Dan moet ik heel snel de was ophangen hebben. Want daarna heb ik geen tijd voor. Ja. Dan, ja, het klinkt heel stom. Maar dan is het niet moeite waard om te gaan zitten en eten. Ja, en, ja, dat snap ik wel. Ja, maar het is wel heel slecht. Want ik zou het eigenlijk... Oh. En dan weer lachen, hè. Wow. Hoe vonden jullie het om voor het eerst op jezelf te gaan wonen? Oh, zo begin je. Ja. Dan ben ik echt een pussy. Dan. Nou, ik vond het ook best wel moeilijk hoor. Ja? Ja, ik heb het ook echt wel moeilijk. Ik heb ook echt momenten gehad dat ik terug wil. En zo blij met jou. Maar ben jij tegelijk met Cecile gaan wonen? Ja. Ja? Oh, tegelijk bedoel je? Of gelijk? Voor eer vanuit huis. Ja, ik ging vanuit huis bij Cecile wonen. Oh ja? Dus dat vond ik dan wel leuk dat ik dan een huisgenoot had. Okay. Wat heb je hiervoor eigenlijk gedaan? Ja, hij verzet zich. Ik heb in de supermarkt gewerkt, 15 was of zo. En ik heb zorgen bij de apotheek gewerkt. Oh,
Oh, best wel random. Ja, maar dat betaalde heel goed. Oh ja. Dat is in de zorg natuurlijk. Ja, klopt. Zorg betaalt volgens mij echt super. Daarna heb ik nog 2 keer stage gelopen voor school. En toen begon ik ook met social media. Ik ga stuk. Vind je dat lekker? Dit is zo mooi. Ja, even een stukje brood pakken, want hij had ook brood, denk ik. Ja, tuurlijk. Ik ging naar Amsterdam toen ik klaar was met mijn studie. Bij Hobbs & Lewis ging werken. Oh, je hebt niet dan gelijk. Nee, je hebt niet gelijk fulltime social media gedaan. Nee, eigenlijk al sinds dit jaar. En hoe bevalt dat? Ja, heerlijk. Dus echt, maar begin heb ik daarover vond ik het ook wel soms lastig hoor. Dat je een beetje denkt van, hoe plan je dat hoe plan ik mijn dag in? Wat is mijn routine? Je valt in het begin, ging ik heel veel feesten, heel veel partyen uit. Want ik denk, ja, ik ben toch vrij, weet je. Hey, nou, vrij. Geen verplichtingen. Ik heb geen verplichtingen, ik kan gewoon uitgaan. Maar toen kwam ik er wel heel snel achter van, ja. Ook niet helemaal slim, want nu ben ik er elke keer brak en kom nergens aan toe. En het allerkutste is echt brak filmen. Dan heb je echt nergens zin in. Nu aan doe ik dat echt bijna. Nu drink ik sowieso niet. 6 weken. Nee, wel. Waarom niet? Ik drink 6 weken niet tot Hyrox. En hoe heb jij het ervaren voor het eerst op jezelf? Nou, jij bent echt jong. Dat is ook heel wat. Thijs die is dus gisteren voor het eerst weer gaan werken. Dus het was niet dat ik er alleen voor stond. Nee. Ik vond het dus heel lastig hoe wij samen onze dag gingen inplannen. Want wat wij dus altijd doen. Als hij er niet is, dan kan ik mijn dag heel goed plannen. Misschien die is om 7 uur wakker. Dan ga ik van 7 tot 8 spelen. Effectief spelen. Dan ben je wel heel moe. Maar dan staat hij dus ook langer in de ochtend. Ja. Tenzij dat je hem een beetje een speeltje geeft. Dan slaapt hij dus maar 1/2 uur. En als je echt effectief speelt, kan hij echt altijd 2 uur slapen. Oh. Dus het is maar weer dat uurtje benoemd. Ja. En je bent toch wakker. Dus dan, als hij slaapt, dan ga ik dit doen. Dan moet ik dat editen. En ik heb alles, zeg maar, een tempo. Dus het is niet dat ik heel de dag, dat ik gewoon niet op mijn telefoon kijk. Gewoon 5-6 uur niet. Want je bent gewoon in 1 keer bezig. Ja. Ik stofzuig mijn huis dus ook echt 5 keer per dag. Heb je dat ook? Ik ook. Ik heb het echt, is altijd heb je een Dyson ook? Sorry. Oh. Ja, jij hebt natuurlijk een Dyson, zou waarschijnlijk nog erger zijn. Maar doordat ik een Dyson heb, heb ik een soort stofzuigverslaving. Ja, want het heeft ook zo'n ledlampje. Ja. Ja, dat moet je echt hebben. Het is zo fucking chill. Ja. Dat is echt geweldig. En hem nog eens schoonmaken de hele tijd. Ja. En als Matthijs er is, dan gaan we zeg maar samen met hem spelen. En dan als hij dan in bed ligt, dan gaan we samen even 5 minuten pauze nemen. En die 5 minuten pauze is nooit 5. Maar als hij er is, dan wil ik ook met hem op de bank knuffelen. Ja, wel quality time. Ja, dus dan doen we automatisch niks. En dan is Jean en ik wakker en dan hebben we niks gedaan. Ja. Dus dan halen we ook een soort van samen elkaar naar beneden. Maar omdat hij dus wel gaat werken, dan is het meer effectief. Ja. Maar ik bel met mijn moeder denk ik wel 3 of 4 keer per dag. Ja, maar je hebt ook wel echt een hele goede band met je moeder, toch? Hey, ben je ook lekker aan het eten? Hij denkt, kom maar vaker met die mukbang, je vindt het geweldig. Kijk, dat vind ik dus lastig, want ik heb dus geen moedervriendinnen waar ik mee vergelijk. Hoe, wanneer stop ik hem met eten geven? Want eerst was het totdat hij niet meer kon, maar ja, hij kan altijd nog. Ja. Ik kan hem oprecht een heel bak friet geven, dat hij friet krijgt. Maar ik weet dus niet wanneer het genoeg is. Dat soort dingen, daarvoor bel ik mijn moeder dus. Ja, maar logisch. Heeft hij genoeg gegeten? Zeg maar ja, denk het wel. Of dan, en nu heeft hij dus ook een vast ritme, hoe laat hij wanneer het gaat slapen. Dat is dus echt heerlijk. Wat goed. Maar ik heb het wel lastig ervaren, vooral met schoonmaken. Heel veel schoonmaken. Ja. Eigenlijk een huis hebben ze heel de dag opgemaakt. Ja. Heel ja. dag schoonmaken, heel en dag huid, ik, maar ik snap echt niet hoe mensen fulltime werken, kinderen hebben en huishouden runnen. Maar weet je wat ik dan ook hoe denk? Hoe kan dat? Nou ja, Matthijs en ik werken allebei. We hebben allebei prima hele goede banen. Ja. Ik krijg alles van Jean gegeven, maar hoe betalen normale mensen een kind? I don't get it. En mensen die er fulltime werken, hoezo is hun huis opgeruimder dan mijn huis? Hoezo hebben die mensen meer structuur dan ik? Je hebt altijd wel elke dag als content creator wel de druk om iets te doen. Stel je voor je zou 1 middagje, bijvoorbeeld een zaterdagochtend, gaat je kindje naar oma. Dan heb je gewoon 5 voor jezelf. Dat is het meest dat ik mis aan mijn pre-mom life. Is gewoon op mijn bed liggen en de hele dag TikTok kijken. Ik mis dat zo erg. Ja, dat vind ik wel heel vaak. Dat weet je hoe lekker dat is. Ja. Geen verplichtingen. Ja, of gewoon in de avond. Ik heb vaak de hele avond, soms werk ik ook wel. Maar vaak eigenlijk werk ik ook wel. Maar soms heb ik gewoon lekker een avond dat ik de hele dag lekker zit scrollen of lekker zit te lezen. Of... Ja, heerlijk. Ik mis dat zo erg. Oh, wijsie. Dan heb ik alles gedaan. Dan ben ik echt helemaal aan het rushen. Dan ga ik net zitten, wil ik TikTok openen. Hoe reageerden je ouders?
Ik was dus heel ziek. En ik loog echt wekenlang dat ik dus niet zwanger was. Ja, gewoon heel erg misselijk. Ja, overgeven meer dan 1 keer per dag. Zo dun, ik was echt een skeletje. En op een gegeven moment ging dus altijd naar de huisarts toe. En de huisarts die wist dus dat ik zwanger was. Maar ik zei, ja, ik ga het er morgen echt vertellen. En de hele tijd is dat verhaal weer opzetten en even... Voor je uitschuiven. Ik zat er bij de huisarts en zei de huisarts, ik denk dat we echt iets moeten vertellen. En ik zei, nee hoor. Nee. Ik zei, wat moet je vertellen? En ik had het gevoel dat... Maar moeder... moet je het vertellen omdat je ook minderjarig was? Nee, maar mijn moeder... Dit was ongeveer al 5-6 weken gegaan en mijn moeder belde elke dag 3 keer. Hier heb je nog een shippie. Weet je? Shippie? Is het... Kunnen we een pauze inlassen? Ja, tuurlijk. Dan kan ik hem even naar bed. Ja. Heb je adoptie overwogen? Nee. Nooit. Adoptie niet. Nee. Ik zou niet met de gedachte kunnen leven dat mijn kind er dan ergens is. Nee. Nee, dat snap ik wel. En ik denk, het komt uiteindelijk altijd wel weer goed. Ja, dat is echt zo. Ja, mijn broer is ook jong vader geworden. En ik heb ook wel echt gezien, het komt eigenlijk altijd goed. En misschien is het niet de ideale situatie, maar wat is wel de ideale situatie? Wanneer ben je er ooit klaar voor? Ja, je kan altijd wel wat verzinnen waarom je er niet klaar voor bent. En ik denk ook wel van, als ik die niet had, dan zat ik nu niet in Amsterdam. Nee. Had je dit werk waarschijnlijk niet gedaan? Wow. Dan zat ik ergens achter de appie. Ja, want wat heb jij hiervoor gedaan? Of niks? Horeca. Ik heb nooit in horeca gewerkt. Nou, op zich, soms was het hard werken, maar ik had een best wel goede relationship met mijn baas. Ja. Welk broodje vind je lekkers? Of die grillworst of die salami. Terwijl ik die kip ook wel lekker vind. Ik vind het allemaal niet goed. Ja, deze is ook heel lekker. Waarom heb je ervoor gekozen om je kind op beeld te zetten? Of heb je daar niet echt... Thijs en ik willen jeans laten zien, zeg maar. Totdat hij 1 jaar of 1 is. Totdat hij dus echt zijn eigen ontwikkelingen gaat doen. Nu ontwikkelt hij ook al, zeg maar. In ieder geval totdat hij 1 jaar is. En daarna zou ik niet meer... Ga ik niet per se stickers of helemaal sensors voor zijn hoofd. Maar dan zou ik hem gewoon niet meer heel zijn opvang meegeven. Nee. Zijn opvoeding meegeven. Is ook als moeder zijn ben je zo trots op je kindje. Nou. Zeg maar, ik denk... Zeg maar, jij vindt Jean schattig, maar moet je voorstellen hoe lief Jean vindt. Dus ik wil gewoon mijn kindje aan de hele wereld laten zien. Van kijk hoe lief hij is, kijk hoe perfect hij is. Je vindt het gewoon leuk om dingen te delen, anders zit je niet op social media. Hoe je grootste trots, tuurlijk wil je dat delen. En ik vind mezelf ook echt geen BN'er of zo. Nee. En het is ook niet dat ik verschrikte dingen van Wanneer ben je een BN'er? Ik denk dat je dat gewoon weet. Maar weet je wat ik me dan afvraag? Waar verdienen BN'ers zoveel geld mee? Dat snap ik dus ook niet. Waar verdienen hun geld mee? Want hun doen ook geen samenwerking. Nee. I don't get it. En ze doen ook niet samen. Dit ga ik precies altijd in mijn hoofd. Want sommige mensen of sommige bekende Nederlanders, die doen dan echt een soort van mijn gevoel niks. Nee. En ik denk, maar hoe kan jij in zo'n huis wonen? Ja, echt een miljoenen huis met elke week een nieuwe Porsche en weet ik wat. Ik vind Salma Omari dus heel erg leuk. Maar wat doet zij voor werk? Want zij post ook geen samenwerking. Nee. Want elke week koopt ze weer een nieuwe burger. Ja, misschien heeft ze veel geld verdiend en heeft ze dat geïnvesteerd. Ja, dat kan ook. Hey! Zo'n schattetje. Hey! Ben jij zo'n schattig mannetje? Ga je zo lekker slapen? Ja! Oei! Deze gaat hem echt in komen. Ja? Oh, lekker! On to the next question. Als Jean er niet was, wat had je dan gedaan? Helemaal niks. Nee, ja, dan had je gewoon nog op school. Dan had ik nu waarschijnlijk een tussenjaar. En zat ik wel de hele dag op TikTok. Ja. Maar wat, hoezo een tussenjaar dan? Gewoon, dat wilde ik graag. Oh. En niet om te reizen of zo. Nee. Gewoon om in bed te liggen. Want had je al überhaupt een idee dat je na de middelbare school wilde doen? Ja, maar dat heb ik nu ook. Ik wil elke dag iets anders. Oh. Dan wil ik weer naar Amfi en dan wil ik weer naar de uni. En dan wil ik een hbo'tje doen. Ja. Heb jij wel een visie voor je? Want je bent nu begonnen met je congrats, je merk. Ja! Voor de mensen die me niet volgen op Instagram. Ik heb wel bekend gemaakt dat ik bezig ben met mijn eigen merk. Ja, ik was 17 toen ik klaar was met de middelbare school. Toen ging ik gewoon meteen de hbo doen. Ik ging creative business doen, dus dat was echt heel breed. Ik ben echt alle kanten op mee. Maar ik heb eigenlijk altijd gezegd dat ik ook mijn eigen bedrijf wilde. Altijd echt vanaf heel jongs af aan gezegd. Maar ik wist niet echt in wat. En dit is nu een soort pad gekomen, maar ik weet ook niet echt welke kant het op gaat. Ik ga hier gewoon mee beginnen en dan zien we het wel. Voor de mensen trouwens die niet weten, ik ga deze Apple Watch bandjes verkopen en zie je.
sieraden. Oh, nu is hij helemaal zoet. Maar nu, nu moet je nog 1 jaar afmaken, dan ben je helemaal klaar, toch? Ja. Fijn. Ik ben lang geschoold. Ja. Ik mag het echt werk beginnen. Ja. Maar ja, wil je wel echt gaan studeren? Ja, maar als Jean dus 4 is. Oh ja, dat heb je gezegd. Want dan gaat hij natuurlijk naar school. Dan gaat hij naar school en dan heb ik elke dag van 8 uur tot 1 uur of 2 of 3 echt voor mezelf moeten gaan leren. Ja. En dan zit je hier met opvang ophalen, nanny toch weer terug. Nee, ik moet toch nog leren, ik heb dit. Nee, dan heb je elke dag standaard. En als ik dan geen les heb om 8 uur, dan moet ik alsnog om 8 uur mijn ding doen. Ja. Wat ik nu doe, alles wat ik niet overdag gedaan krijg, moet ik in de avond doen. Als hij slaapt. Ja. Maar ik kan heel lastig ook in de avond gaan filmen, want dan is het licht van poep. Ja. En je kan maar ik vind je laatste tijd ben je wel echt goed bezig. Ja, ik zie echt veel voorbij komen. Echt leuk om te zien. Ja. Ja. En eigenlijk als je het dan hebt gedaan, valt in je hoofd maak je dan een soort groter dan wat het is. En dan denk je, oh, was dat het? Was dat het? Ja. Je in Amsterdam ook wil blijven wonen de aankomende jaren? Aankomende, ja, tot op de... Wil je zeg maar junior ook naar de basisschool en zo? Weet ik niet. Matthijs wil dat liever niet. Hij wil echt ons leven in Den Bosch. Dus het is heel erg om te zeggen, maar het lijkt me dus alleen leuk om in Amsterdam te wonen als je echt loaded bent. Ja, maar dat is ook wel een beetje zo. Ja, want alles is gewoon 10 keer zo duur hier. Ja, maar dan, kijk, nu is het prima. En nu heb ik ook geen kosten met Jean, zeg maar. Nu wil hij ook geen spulletjes. En nu is het gewoon prima waar we wonen. Maar op een gegeven moment, als we een tweede kind willen, dan wil je op een gegeven moment... Dit is gewoon een startende woning. Ja. En dit is al best wel goed voor een startende woning. Ja. Maar ik wil echt een grote tuin met dit. En ik, ja, het klinkt misschien een beetje verwend om te zeggen, maar... Zeg maar, als je ruimte wil, dan moet je veel geld hebben. Ja. En ik wil ook echt in de ruimte. Ik wil gewoon mijn auto voor de deur, een grote auto. Lekker inderdaad een tuin. Lekker in de ruimte. Allemaal kamers. Maar ik heb veel spullen. Ik wil allemaal spullen kwijt. Ik wil niet een hitje met je. Ik vind het gewoon kut. En ik ben ook gewoon zo opgegroeid met ruimte. Want ik kom ook uit een dorp. Ja. Ik vind het gewoon heerlijk. Ja, ik wil gewoon daar terug. En als je echt later loaded bent, zou je dan wel een groot huis in Amsterdam liever willen? Nee. En niet zo'n herengracht. Nee, dan zou ik dat ook bij mij in de buurt willen. Denk ik. Ja, ja. Tenzij ik gewoon meerdere huizen kan kopen, weet je. Dan kan je het gewoon allebei. Nee, dan zou ik eerder in het buitenland denk ik een huisje bij doen. Als je 1 ding anders zou kunnen doen in het leven, wat zou je dan veranderen? Ik zou willen dat ik niet zo lui zou zijn. Nee, maar schat, jij bent toch niet lui? Je bent de hele dag voor een kind aan het zorgen. Ja, maar als jij jezelf lui vindt, dan ben ik pas lui. Ja, maar bijvoorbeeld, ik wil elke dag om 6 uur opstaan. Ja. Dan, ik wil voordat je wakker is gaan sporten. Maar ja, hij wordt nog steeds 2 keer wakker. Ja, maar dat zijn ook wel echt... Ik weet dat je dan waarschijnlijk denkt, nou, dat is echt niet lui. Maar voor mij, dat wil ik wel echt. Ik ben er wel mee bezig, maar elke dag eerder opstaan. Mijn wekker staat meestal rond 7, 8 uur. Oh. Als ik geen kind had, dan lag ik elke dag. Nu komt er een soort van twist in de video, want nu heb ik een soort van inner peace. Ja. Oké. Okay. Ja, want eerst was er gewoon een soort moeder alert. Ja, maar dit is echt lastiger, ook met filmen en zo, met video's maken. Ja, en wat laat je nou wel zien en wat laat je niet zien? Alles wat ik zeg, heb ik in mijn hoofd al een weerwortel. Alles wat ik zeg, ook dit. Ik weet precies wat mensen kunnen zeggen. Niet dat ze het zeggen, maar dan denk ik van ja. Ik kan nooit... Maar dat is, voor mij is dat wel heel erg met het, als moeder zijn. Dat er heel veel mensen allemaal meningen hebben. Echt die moedermafia. Nou ja, ik ben dus niet per se bang voor de moedermafia. Dit is eigenlijk iets best wel controversieel. Ja. Maar ik denk niet dat de moedermafia slecht is. Nee? Ik denk dus dat het gewoon... Kijk, nu dat ik moeder ben... Soms zie ik ook eens een TikTok of een video van een moeder. En die doet dan iets met haar kind. En ik weet dat het dan fout is. Ja. Of ze hem nou verkeerd in de draagzak heeft. Stel je voor, jij bent de moeder. En je ziet dat Jean helemaal verkeerd met zijn beentje erin zit. Die moedermafia. Het goed bedoeld. Maar hun zijn gewoon millennials. Ja, ze bedoelen het goed. Nou ja, natuurlijk. Zij typen niet zoals wij. Nee. Zij typen, je hebt je kind niet goed in de draagzak. En niet, hey girl, sorry om te zeggen. Zeg maar, hun type. Gewoon dat zo'n type zijn gewoon. Ja. Heel vaak wil ik ook iets reageren, maar ja, dan gaat iedereen mijn moeder maffia noemen. Maar ja, wat zou je dan doen als je een video ziet van een moeder en je ziet dat zij haar kindje verkeerd in de traag doet? Ja, en dat kan schadelijk zijn. Ja, ik zou denken privébericht sturen dan. Ja, oh ja, dat is ook wel goed. Ja, tuurlijk, dat is gewoon een feit hoe je een kind in de draagzak wat de beste manier is. Dat is een feit. Maar je hebt ook moeders die dan gaan zeggen van... Ja, en het is echt niet goed dat je kind zo vaak laat slapen of dit. Of zo vaak laat eten. En denk ik, nee, maar dat kan je niet zeggen. Want elk kind is anders. Gewoon, er zat zoveel spotlight op je vroeger. Stond niet heel de wereld met je mee te kijken. Hmm. Vroeger was dat niet. En deden waarschijnlijk moeders ook dingen fout. Of konden ze het anders doen. Maar nu... Kan iedereen meekijken, iedereen kan het zien. Ja, ik weet niet echt of dat per se nut heeft. Wat is het moeilijkste aan moeder zijn? Ik denk het moeilijkste aan moederschap vind ik dat je raakt een soort van
je oude jij gaat zeg maar weg voor een nieuwe jij. Dus het is aan de ene kant heel erg fijn, want je nieuwe ik, zeg maar, heel veel leuke kanten. Veel verantwoordelijker, veel leuker, veel... Ja. Nou, niet veel leuker, maar is slimmer, pakt dingen handiger aan. Maar soms denk je ook, nou ja, ik zou willen dat ik bijvoorbeeld soms... Vriendinnen appen me dan vrijdagavond, hey, kom je mee een drankje doen? Ik zou willen dat ik zou zeggen, ja, ik ga mee. Ja. Maar ik denk, nee, want dan ben ik morgen weer moe en de nacht. En het maakt niet uit, ik kan gewoon gaan van mijn tijd. Ja. Nee, want morgenochtend ben ik dan niet fit en ik wil nog de was doen, zeg ik nee. Ja. Dus gewoon een beetje die onbezonnen, ja. Voor, ja, dat je niet nadenkt over consequenties. Dus het is meer van moeder zijn dan echt moeder van Jean. Ik vind het niks erg aan de moeder van Jean zijn. Maar nee. Ik denk dat dat gewoon komt omdat Jean een hele makkelijke baby is. Ik heb het echt heel goed met haar betreft. Ja. Dat is echt een schatje. En je laat een ander deel van jezelf los, maar er komt ook wel iets heel moois voor terug. Ik heb niet meer zoveel vriendinnen als eerst. De vriendinnen die ik heb, als die mij appen, dan wil ik gelijk wel iets doen. Ja. Zeg maar, I'll make it work. Als jij zegt, nee, ik kan niet meer om 1, ik kan om 5. En denk ik, nou, komt goed. Mm-hmm. Soms had ik dan vriendschappen waar ik me dan bezwaard voelde om die mee te nemen. En dat lag niet aan hun, of dat lag niet aan mij of om die, maar toch een beetje situatie. Was gewoon geen match dan. Ik wil niet bij je ouders zitten met mijn kind. Nee. Zij wonen dan nog thuis. Ik kan niet met jou levelen op manier, het boeit me niet wie je op Snap heeft toegevoegd. Nee. Ja. Je bent even oud in leeftijd, maar je bent niet op hetzelfde level of zo. Ja, klopt. Want Thijs en ik hebben dus een hele gezonde relatie. Maar dat komt ook omdat we een kind hebben. Wij kunnen niet, als wij boos zijn, elkaar blokkeren. Nee. Of elkaar verwijderen of snappen. Zeg maar, dat doen wij niet. Wij ja, maar sowieso niet, van dat soort ruzies überhaupt dat, al. Dat heb je dat niet meer. Want ik zit nu in een andere fase in mijn relatie. Ja. Ik heb nooit met Matthijs. Nee. Alleen Lula ben je thuis 5 jaar ook. Ja. Dat zeg maar, dat is ons app. Nee. Terwijl we vroeger allemaal appten. Oh, ik mis je. Ja, wat heb je vandaag gedaan? En een selfie hier. Ja, nou niks. Hij heeft gelukkig als een keertje douche. Ik vraag alleen, hoe laat ben je thuis? Kan je wortels meenemen? Op. Ja. Punt. Dat was het. Echt, dat was het. Je bent gewoon heel erg. Ja, maar jullie wonen natuurlijk nu ook samen. Ik app nog wel iets meer met Stan. Want hij woont niet. Maar weet je dan niet lekker dat je niet met hem samen woont? Je wilt hem soms. Ja. Niet dat ik Matthijs niet wil zien, maar... maar ik snap, je mist ook. Je kijkt weer uit naar het moment dat je elkaar gaat zien. Maar we gaan nu waarschijnlijk binnen een maand dus wel samen wonen. Hij is in baan aan het zoeken, helemaal aan het solliciteren en zo, dus... Hij vindt binnen no time. Ja, hij heeft al meerdere opties hoor, maar hij is gewoon een beetje aan het oriënteren. Maar dat gaat natuurlijk ook weer heel anders worden in een relatie. Ja. Maar ik vind nu, na 4 jaar, kijk ik elke keer nog zo uit naar het moment dat ik hem zie. Maar het is niet dat wij de hele dag door appen, echt totaal niet. Meer van, oh, laat ben je er dan? Of we zijn eigenlijk allebei ook gewoon druk de hele dag. Dus meer door de dag heen. Je bent ook al volwassen in een relatie. Ja. Jij denkt niet, shit, volgt hij mij op Insta? Ik krijg echt een hele gekke vraag tijdens de live. Zou je het erg vinden als Matthijs bijvoorbeeld van die OnlyFans modellen volgt? En dan denk ik, ja, maar hij zou die niet gaan volgen. Nee. Het is gewoon heel lastig. Je kan er niet eens over nadenken, want je weet gewoon al dat die mogelijkheid niet bestaat. Dat. Ik heb dus nog nooit gehad dat Matthijs een uur later was en dat ik dacht, hij zou cheaten. Ja. Nooit. Nee. Echt nooit. Maar ik denk dat dat ook wel... Iemand geeft je ook het gevoel dat je diegene kan vertrouwen. Dus als jij jaloers bent, dat diegene daar die jou jaloers maakt. Zeg maar, heel veel mensen zeggen van, ik ben jaloers. Maar ik was in mijn vorige relatie ook heel jaloers. Maar dat komt ook meer omdat diegene mij meer het gevoel gaf dat ik jaloers moest zijn. En ik was ook jonger en eerste relatie. Maar Stan heeft mij nog nooit een reden gegeven om jaloers te zijn. Of om achterdochtig te zijn of om... Ik vind dat dat ook... Het komt wel echt van twee kanten. Klopt. Je ziet ook wel meer toekomst met Stan dan je eerste vriendje. Ja. Kijk, natuurlijk, je zei ik wil trouwen, maar ja. Nou, dat zei ik niet hoor. Ik heb nu dus best wel veel vriendinnen die weer single zijn. Oh. Het is echt break-up season of zo. Ik weet niet. Ja, inderdaad. Ook... Mijn broodjes zijn niet eens op. Nee, ja, ik zit ook wel echt vol hoor. Ik zit ook echt vol. Ja, ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vonden. Vergeet trouwens Anna zeker niet te volgen op TikTok en Instagram. Anna Lucia. Jij sprak jezelf net anders uit. Lucia. Ja, het is Anna Lucia. Ja. Ik zeg altijd Anna Lucia. Ja. Waarom verbeter jij mij niet? Omdat me echt niet zo, omdat ik zo van naam ben genoemd, dan zeg ik Anna whatever Lucia. You like. Ja. Dan noemde me ook laatst Anna Lucia. Anna Lucia. Of Anna Luci. Ze maakt superleuke content, wil je baby Jean vaker zien, check it out. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het ook superleuk. Blauwe duimpje omhoog. Volgens mij ben ik echt heel de video best wel ongemakkelijk. Vond je dat? Een beetje. Mega bedankt voor de leuke video. Ik vond het heel gezellig. En ik hoop dat je het ook leuk vond. En dan zie ik jullie snel weer. Bye-bye. Yes, I'll be on my way now.